Het Franciscus Vlietland bestaat uit twee hoofdlocaties. Het Vlietland in Schiedam en het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De zorg op deze locaties is sinds het samengaan van de twee ziekenhuizen steeds verder gespecialiseerd. En daarom is de pendeldienst opgezet. De pendelbus is er in de eerste plaats voor patiënten. Bijvoorbeeld patiënten die op de polykliniek zijn geweest en die daar de boodschap krijgen. U moet voor verder onderzoek of voor behandeling naar het gespecialiseerde team in toevallig de andere locatie. Nou, soms is dat handig om op dezelfde dag te doen. Kunnen mensen rustig hun auto laten staan en de pendelbus nemen naar de andere locatie. De gratis pendeldienst is niet alleen voor patiënten, maar ook voor bezoekers van de ziekenhuizen. Patiënten die acute zorg nodig hebben, zullen niet met de pendelbus worden vervoerd. Zij worden geholpen op de locatie waar ze zijn. En ook voor patiënten die geen spoedbehandeling nodig hebben, is het niet altijd mogelijk om gebruik te maken van de pendelbus. Patiënten die bijvoorbeeld aan de monitor moeten blijven in verband met hartproblemen of hartkloppingen, die moeten met een ambulance vervoerd worden omdat ze een monitor nodig hebben. Maar ook patiënten die heel veel pijn hebben en bepaalde medicatie krijgen via het infuus, kunnen ook niet met de pendelbus. De pendeldienst brengt vooral grote winst voor patiënten en gasten die met het openbaar vervoer tussen de verschillende locaties moeten reizen. Met het openbaar vervoer tussen Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland heb je ongeveer een uur nodig. Met de pendelbus maximaal een kwartier. Het zal een beetje afhangen van het verkeer. Dus het scheelt zeker 3 kwartier, soms wel 50 minuten. Meneer de buschauffeur, gaat het goed komen, het eerste ritje? Laten we het hopen. Dat zal toch altijd wel het eerste keer goed gaan? Ik doe het al 2,5 jaar. Heeft er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in. Kent de route? Ik ken de route. Succes. Dank u wel.